Victor, je bent fietsenmaker hier in de buurt in Zuilen. Hoe ben je daarmee begonnen? Ik ben gescheiden en ik ging voor mijn zoon zorgen. En die had een fiets nodig. En ik had een fiets nodig. En mijn buurvrouw die had een fiets nodig. En toen heb ik ze gewoon van de straat opgeraapt. Die weggegooid waren. Hier staat er eentje uit de 50er jaren. Nou ja, kijk maar, wat een ding. Het is een beetje verroest. Heel bijzonder. Hoe lang geleden is die hier gebracht? Ik denk 10, 12 jaar geleden. Eigenlijk om gemaakt te worden? Of? Nee, gewoon hier alsjeblieft mag je hebben. Okay. En zo werkt het heel vaak. Er komen heel vaak mensen hier gewoon fietsen brengen die bij de fietsenmaker 150, 200 euro kosten om ze te repareren. En dan gooien ze ze weg en dan brengen ze ze hier. Volgens mij ook een speciale betalingsregeling, zag ik net buiten. Kleine klusjes. Ik heb toen net voor iemand zijn ketting strak gezet en in de olie gezet. Nou, dan geven ze een fles wijn en dan is het goed. Heb je het nou redelijk druk elke week? Of? De drukte is momenteel die verbouwerij daarachter. En daardoor loopt het met die fietsen gewoon iets terug. Want dan zet ik gesloten op de deur en dan even niet. Wat ben je precies aan het verbouwen dan? Ik ben aan het proberen daarachter een museumpje van oud gereedschap op te bouwen. Dat komt buiten op de voordeur. Oh, ik geloof dat ik 200 verschillende hamers heb of zo. En zo'n rij van 30 water of nijptangen van zo groot tot zo klein. Wat is het eerste verzamelobject dat je eigenlijk hebt gekregen of gevonden? Ik denk fietsengereedschap. Oud fietsengereedschap. Hier, dit. Zulke soort zaken. Dat is om een vork draad op te snijden. Een voorvork van een fiets. Nou ja, dat is stokoud. Wat gaan jullie doen? Wat is het voor apparaat? Dit is een draaibank om metaal te kunnen draaien. En dit is het onderstel ervan. En hij moet er gewoon keurig netjes opkomen. En dat luistert heel erg nauw. Dus ijzer mee draaien. Daar kun je dus bouten, moeren, noem het maar op. Alles, assen, kan je daarmee draaien. Een draaibank. Ja, nou zit hij er. Ja, laat hem maar gewoon zitten. Dit zijn die oude belastingplaatjes. Die vroeger op fietsen zaten. Nou. 10 miljoen, het is te kort. Geloof me dat het waar is. En de armen krijgen nu korting van salaris. Nou, is dat kicken dan? Het is uit 1939. Dat is toch prachtig? Ja. Het komt hier in die etalage te hangen. Je komt dingen tegen, daar heb je geen weet van. Ja, ik heb het schoongemaakt. Zo stokoud. En deze is nog ouder. Die is helemaal van hout. Wanneer moet het af zijn? 2012. Dan word ik 70 in april en dan kap ik ermee. Dan moet alles klaar zijn. Helemaal ingericht. Ja. Denk je dat het gaat lukken? Moet. Ik wil het af hebben en ik stop niet voordat het af is. En dat is voor april 2012.